Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Sommige mensen hebben het heel af en toe en anderen bijna elke dag. Hoofdpijn kan heel vervelend zijn. U kunt er onzeker, bezorgd, geïrriteerd of zelfs somber van raken. Gelukkig is de oorzaak zelden ernstig. Er zijn verschillende soorten hoofdpijn. Wanneer u op de verschijnselen let, kunt u vaak al goed herkennen welk soort hoofdpijn u heeft. Bij spanningshoofdpijn heeft u het gevoel alsof er een strakke band om uw hoofd zit. Nek en schouders zijn vaak ook pijnlijk en gespannen. Spanningshoofdpijn kan komen door spanningen thuis, op school of op uw werk. Het kan ook komen door een gespannen of te weinig wisselende houding. Migraine is een bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Een migraineaanval duurt 4 uur tot 3 dagen. U bent misselijk en kunt ook braken. U kunt slecht tegen geluid in licht en vaak kunt u alleen nog maar op bed liggen. Aan het begin van een aanval kunt u schitteringen of lichtfiguren zien of zelfs een aparte geur ruiken. Het lijkt dat sommige mensen aanleg hebben voor migraine. Migraine kan door spanning en vermoeidheid worden uitgelokt en bij vrouwen kan de menstruatiecyclus een rol spelen. Clusterhoofdpijn komt in aanvallen van zeer heftige hoofdpijn aan één kant van uw gezicht. Een aanval duurt 15 minuten tot 3 uur en kan vaker op een dag terugkomen. Aan de kant van de pijn kunt u een rood, tranend oog krijgen met een loopneus en een klamme huid. U kunt ook onrustig worden. Er is ook hoofdpijn die ontstaat doordat u regelmatig pijnstillers of speciale hoofdpijnmedicijnen gebruikt. Het klinkt gek, maar u kunt dus extra hoofdpijn krijgen van medicijnen tegen hoofdpijn. Andere veroorzakers van hoofdpijn zijn cafeïne, benauwde ruimtes, slecht slapen, slecht zien, gebitsproblemen, verkoudheid en te weinig drinken. Het is moeilijk om een advies te geven dat voor alle soorten hoofdpijn geldt. Frisse lucht, een goede nachtrust, voldoende ontspanning en een goede conditie zijn voor iedereen goed. Als u regelmatig hoofdpijn heeft, is het belangrijk te achterhalen wat bij u de hoofdpijn uitlokt. De beste manier om daarachter te komen is het bijhouden van een hoofdpijndagboek. Daarin schrijft u elke dag op wat u gedaan heeft, wanneer de hoofdpijn opkwam en hoe erg de hoofdpijn was. Noteer ook wanneer u pijnstillers heeft gebruikt. En bespreek het dagboek met uw huisarts.